Nou, het gaat komen, dames en heren. Ben je er klaar voor? Het is een aanvulling op het wijkcentrum. Omdat daar de mogelijkheid niet is om gewoon even binnen te komen, kopje koffie te drinken. Het is allemaal georganiseerd. En dit is inloop. Mensen kunnen koffie drinken, er worden activiteiten georganiseerd. Kleinschalig. Het is ook een bewonersinitiatief, hè? Dus het is door de bewoners en voor de bewoners. Mijn naam is Tom Komman en ik ben voorzitter van het Noorderhoes. Kunt u mij eens rondleiden? Doe maar, kom maar mee. Rechts slaan we even over. We gaan eerst naar het mooie gedeelte. Nou, hier is het lekker druk. Dit is de ontmoetingsruimte. Waar we koffie, thee, koek en alle lekkers. En waar heel veel, hoop ik, gezellige gesprekken gaan plaatsvinden. En wat zien we hier? We zien hier voor ons de keuken. Die wij hebben laten aanleggen. Het is eigenlijk gewoon een consumentenkeuken, maar het ziet er wel een beetje lekker stoer uit. Een beetje een halve professionele keuken. Althans, die look heeft hij. Dit is de bar. En ik zie dat er net al de prijsjes van de koffie, de thee en de koek opgezet is. En wat u hier ziet aan mensen, dat zijn allemaal vrijwilligers die nu helpen bij de opening. En veel daarvan die worden ook later gastheer en gastvrouw. Om de boel te bemannen en te bemensen, zou ik maar zeggen. Het is een wijkcentrum. Dit is de wijk Windmolenbroek, grootste wijk van Almelo. We hebben een wijkcentrum, maar daar kun je niet zomaar terecht voor een kopje koffie. Hier wel. Het wijkcentrum doet hele goede dingen voor yoga, kickboksen en noem maar allerlei clubs op, fotoclub. Wij zijn echt de koffie. Ik zag, zal maar zeggen, koffie, het bloed van de ontmoeting. Hier ziet u allemaal leuke tafels en stoelen, dat is de leestafel. Hier tussenin zit een rek met boeken. Die kun je meenemen. Je kunt boeken inleveren, je kunt boeken meenemen. Die kast die je daar ziet is van de bibliotheek, dat is voor bestelde boeken. Dus als mensen boeken besteld hebben op de site, kunnen ze zeggen dat die hier staan. Kun je aangeven de plek. En dan kun je ze hier ophalen. Als je het uit hebt, kun je dat in een box gooien en neemt de bieb het weer mee. Dus ze hebben een samenwerking met de bibliotheek. Nou, dat is ons pronkstuk. Die meneer is ook een ons pronkstuk, maar nee, blijven zitten. Sinds gisteren hebben we deze koffiemachine. En die doet heel belangrijke dingen, want die geeft heel lekkere koffie. En dat is erg belangrijk hier in dit project. En dit doet u allemaal in de week? Ik doe dat samen met vijf bestuursleden, met z'n vijf in totaal. En dat mag ik dan een beetje aan voorzitten en doen, maar het zijn allemaal volwassen mensen, we doen het samen. Het aantal mensen wat wij verwachten, laten we zeggen, ik hoopte 50 per dag of zo, 100. Maar het is te klein voor. Ja, het klopt, het is te klein. Maar 50 kunnen we aan. Maar hoe het gaat lopen, we hebben er echt geen idee van. Het is, ik denk dat het wat gaat worden. Dat voel ik nu wel, als ik de mensen om me heen hoor. En ik ook zie hoe mooi het pand geworden is. Ik wil hier bij haast niet meer weg, als ik hier ben. En ik hoor het van meer mensen, dat ze het gewoon ontzettend leuk vinden. Dus ik denk dat mensen hier wel gaan komen. Hebt u genoeg vrijwilligers? Nee. Wij willen eigenlijk, dus dat noem ik dan een stip op de horizon, dat wij van 's morgens 8:30 tot 's avonds 8:30 open zouden willen zijn. En dat zouden we ook op zaterdag willen. En we zouden zelfs zondagmiddag open willen. Maar dat is allemaal stip op de horizon, die we nu helemaal niet aankunnen. Dus we zijn nou van 8:30 tot 12:30 open. Als er steeds meer gastvrouwen en gastmannen komen, dan kunnen we dus de openingstijden verruimen. We zoeken ook mensen die lezingen kunnen geven. We zoeken ook mensen die naar de bingo willen, die hier de boel willen huren voor een verjaardag. We zoeken vooral ook klussers, want er is nog een rechtse ruimte, die is nog helemaal niet klaar. Dus er is nog heel veel werk. En die klussen zouden ook de wijk in kunnen. Als mensen in de wijk klusjes hebben, voor een schappelijk bedrag, dat zij dat dan opknappen. En is het alleen voor mensen uit Windmolenbroek? Er staat geen hek om Windmolenbroek. Dus mensen die van buiten komen, dus buiten Windmolenbroek,
Die zeggen, we maken een fietstochtje. En we willen onderweg een lekker kop koffie. En je mag ook gebak van de bakker mee, mag je opeten bij ons. Kom hier lekker langs. Er is een fietsknooproute bij de Leemslagenweg. Die loopt hier door de wijk. Dat is 50 meter hier vandaan. Ja, zit je op zo'n fietsroute, kom lekker langs. Wij zijn de enige plek waar je met hem op de bank kan zitten met een kopje koffie in de wijk. Ja. Thank you.